We staan hier met Roeland Lievens, die zojuist een majestueuze race heeft gevaren in de lichte vier zonder. En daarmee voor de eerste Nederlandse finale heeft gezorgd. Ja, het was een pittig raceje. We wisten van tevoren dat het zou gaan worden. Er zijn een aantal ploegen in het veld die niet in de finale zouden gaan komen, die eerder wel medailles hadden gewonnen. Nu bijvoorbeeld de Deense lichte vier zonder, die heeft het niet gehaald. En dat was vorig jaar een ploeg die elke wereldbeker de gouden medaille mee naar huis nam. Dus we wisten dat de kwaliteit heel erg hoog zou gaan worden en dat er hele goede ploegen moesten gaan sneuvelen. En wij hadden geen zin om een van die ploegen te zijn, eigenlijk. Maar jullie lagen zesde na 500 meter, vijfde na 1000 meter, vierde na 1500 meter. Nou, toen kon je bijna denken van, dat gaan ze niet meer redden. Ja, nou, ik weet niet of de samenstelling van, of je de samenstelling van de finale, van ons halve finale kende. Dat is, volgens mij is kamikaze is ook een Japans woord. Dus ik denk dat ze dat ook goed hebben waargemaakt. Nou, je ziet, omdat het de halve finale is, hier heb je niks te winnen, alles te verliezen. En als je denkt dat je misschien niet zou kunnen halen, dan ga je keihard weg. En wij wisten ook dat wij, wat onze kracht is, is onze hart-longcapaciteit. Dat is waar wij sterk in zijn. En wij weten dat wij de laatste 1000 meter, dat wij meer input kunnen geven dan andere ploegen. Dat vertrouwen hebben wij. Dus met dat in ons achterhoofd kunnen wij in het begin de eerste 1000 ook rustig blijven in ons hoofd. Als je kijkt naar de tussentijden, de eerste 500, de tweede 500. Wij hebben veel minder verval in snelheid. En studeert aan de TU Delft, kan ik je vertellen dat de snelheid de weerstand kwadratisch doet toenemen. Dus als je dus constante snelheid door de race hebt, dan kom je uiteindelijk met minder moeite kom je dan met een goede tijd over de finish, in principe. Maar er moest een zware eindsprint worden bevochten. En je zou dan zeggen van nou, die mannen als ze uit de boot komen, kunnen ze niet meer op hun benen staan. Nou, dat is in het verleden wel eens gebeurd. We hebben het wel eens over het schieten van een kogeltje. En we hebben een kogeltje bijvoorbeeld verschoten in Luzern. Toen lagen we ook heel erg ver achter op de 1500 meter. Dan moesten de laatste 250 niet van 4 seconden inhalen. En toen hebben we wel een kogeltje verschoten en dat kan dan op zich wel. Maar we hebben dat eerder gedaan. We hebben het in Poznan op de WK's hebben we dat gedaan. Kwamen we ook terug uit een beetje achterstand. Kwamen we terug om een finale plek te claimen. Nu doen we het weer. En we hebben heel erg veel vertrouwen in elkaar. Dat wij de eerste deel van de race dusdanig goed roeien. Dat wij het tweede deel van de race nog steeds energie over hebben. Dat we nog steeds controle hebben en dat we nog steeds kracht kunnen leveren. Het is ik kan iedereen wel eens uitnodigen om op erge meter te gaan zitten. En alleen de 2000 meter in te stellen. Zonder de tijd te zien. En dan gewoon volle bak weg te knallen en zo hard mogelijk te gaan. Je ziet iedereen, je ziet heel hard starten en uiteindelijk storten ze in elkaar. En dat zie je ook met tussentijden. De eerste 500 snelt heel hard en aan het einde zakt iedereen in elkaar. En wij kunnen met onze ploeg, hebben wij het vertrouwen en de rust om de race goed op te bouwen en geen energie weg te gooien. Dat is de kracht. Kunnen jullie tijden herstellen om de finale te varen zaterdag en dan een medaille te winnen? Ja, we hebben evenveel tijd als de andere ploegen. Maar nee, we waren de eerste voorwedstrijd. We hebben 6 minuten meer om te herstellen dan de andere voorwedstrijd, dan de andere halve finale. Dus dat is heel erg mooi. En we kunnen wel herstellen, daar hebben we trucjes voor.